Het was een waar feestje vrijdagavond. Rode JC en dan meteen al winnen. Bob Peters, boven verwachting? Ja, als je met alle respect de namen zag. en met name de bank van Roda, de selectie die zij ter beschikking hadden. Ja, had je wel zoiets van: wordt een moeilijke avond. Langs de andere kant, denk ik. eerst tien minuten hadden we wat moeilijk. Daarna kregen we er toch druk op. en maakten we een goede goal. hadden we, denk ik, wat meer moeten scoren. Eerst helft, als we heel kritisch zijn. Maar we hebben heel veel energie geleverd en ja, op het einde zijn we nog heel veel mensen in de strijd om toch nog het pleit te beslechten. Maar ik denk dat we op basis van energie en met name een goede eerste helft verdient de wedstrijd hebben gewonnen. Zit je dan met uh, dichtgeknepen billen zo ja. tegen het einde van de wedstrijd? Ja, en zeker als er dan nog zes minuten. En toen zei de vierde scheidsrechter ja, er komt nog een minuut bij. Dus daar uh, speelden we zeven minuten over. Dus uh, ja, dan is het inderdaad overleven. Hè. En dan is het knokken om, om die drie punten thuis te houden. Dat hebben de jongens ook gedaan. En uh, ja, dan ben je wel heel blij dat je uiteindelijk uh, jezelf is beloond. Uh, en, en die overwinning pakt. En zeker na die tik hè, tegen Willem II, waar je toch... De week daarna voelde dat iedereen wel scherp was, maar toch wel wat lichte twijfel. Hè. Omdat we vorige wedstrijden, de eerste vier wedstrijden, waren we heel standvastig. Gaf we amper iets weg en dan krijg je toch een tik. Maar dan uh, hou je de nul tegen Roda en uh, ja, pak je drie punten. En dan ziet deze week er weer helemaal anders uit. Hè. Dat is uh, ja, inherent aan het voetbal. Ja, maar dan ga je eigenlijk weer voorbereiden op de wedstrijd van vrijdag. En dat is ja, niet de minste. Nee, een hele goede tegenstander. Het uh, is een team waar weinig mensen over spreken. Iedereen heeft het over uh, Pex en, en Herakles, omdat zij van de eredivisie komen. Maar uh, ja, sinds uh, Alex Pastoor Almere heeft uh, overgenomen, uh, en dat was vorig jaar al zichtbaar, zijn ze echt wel uh, een uh, enorme ontwikkeling aan het doen. Ze staan ook niet uh, voor niets uh, derde. Um, dus ja, het is, het is een heel lastige uitwedstrijd. En, uh, ja, het is gewoon een goed team.